Ja, als je kijkt naar hoteltelevisie, heeft het de afgelopen jaren enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dat dateert natuurlijk al in de tijd van de beeldbuistelevisies. Je kent ze al, die grote zware televisies die in de hotelkamers werden geplaatst. Destijds was het voornamelijk tv kijken. X aantal tv-kanalen die beschikbaar waren op de tv's in de kamers. Als je kijkt naar vandaag de dag, waar hebben hoteliers, met name de gasten, waar hebben die meeste behoefte aan? Dat is eigenlijk heel simpel. Een smart tv thuis wil ik ook in mijn hotelkamer kunnen gebruiken. Dus je praat over apps. Nou, met de Media Suite televisie, wij draaien op Android besturingssysteem. Wij zijn de eerste fabrikant van hoteltelevisies die volledig Netflix gecertificeerd is voor gebruik op de hoteltv's. Nou, dat was 2020. Ook weer op onze Mediasuite. Onze Mediasuite zijn dus volledig Netflix certified. Eerste hoteltelevisies in de wereld. En de manier waarop een gast verbinding maakt is ook specifiek voor de hotelindustrie ontwikkeld. Het is niet zo dat jij je tv aanzet en ik kan meteen mijn telefoon verbinden met de televisie. Nee, want het zou betekenen dat ik ook mijn telefoon met de kamer naast mij zou kunnen verbinden en met de kamer daarnaast en ga zo maar door. Dat wil je dus te alle tijden voorkomen. Nee, wij hebben een systeem ontwikkeld waarbij als je op de Chromecast-button drukt op je remote control, dan verschijnt er mooi een QR-code in beeld. Nou, die code die scan je met je Android-telefoon of met je iPhone, beide situaties kan. En op die manier wordt automatisch verbinding gemaakt tussen de televisie en je telefoon, smartphone. Een scanner van je code, verbinding wordt gemaakt met de telefoon en je kunt elke app gaan gebruiken die Chromecast ondersteunt. En dan kun je je eigen content gaan kijken op de televisie. Ja, dat geldt dus voor Disney, Prime, YouTube, noem ze maar op. Netflix daarentegen is een ander verhaal. Netflix heeft specifieke eisen gesteld aan het gebruik van de Netflix-app in de hotellerie. Belangrijk is om te weten dat de gast gedurende zijn verblijf eenmalig met zijn eigen credentials, met zijn eigen username en password moet inloggen in Netflix. Dus als stel dat de gast daar 3 nachten verblijft, nou, 1 keer inloggen aan het begin van zijn verblijf. Gaat hij daarna weg van zijn kamer, zet hij de televisie uit, gaat hij de stad in, whatever. Hij komt weer terug op de kamer, hij zet zijn tv in en kan weer verder kijken waar hij gebleven was. Nou, op een gegeven moment, na 3 nachten, checkt de gast uit, weer bij de receptie. Op dat moment vindt een omgekeerde procedure plaats. Vanuit het PMS-systeem wordt weer naar command gecommuniceerd. Gast X op kamer, ik noem maar wat, 300, checkt uit. Vanuit command wordt een signaal naar die tv in die kamer gestuurd, uitchecken. En op dat moment, dat is heel belangrijk, worden alle gegevens van de gast, dus denk aan je username, passwords, worden gewist. Dus er blijft geen informatie achter, zeg maar privacygevoelige informatie blijft er niet achter op de televisie. Wat uit een boze is, zeker gelet op de regelgeving vanuit de AVG, zeg maar, of GDPR eigenlijk, internationaal gezien. Dus je televisie is weer helemaal schoon en weer klaar voor de volgende gast. Op deze manier zorgen we er als Philips voor dat de gast het gevoel van thuis heeft, het comfort heeft. In feite, home away from home.